De HVA heeft zijn ideeën en ambities voor de komende jaren opgeschreven, en dat doen we om de zoveel tijd, in een instellingsplan. En zo'n plan dat is meer een opsomming van wat we willen bereiken. En voor de komende jaren betekent dat dat we in ieder geval op 3 onderwerpen onszelf nadrukkelijk verder willen ontwikkelen. Dat noemen we ook wel de 3D's, maar dat komt omdat die toevallig met een D beginnen. Dat gaat over duurzaamheid, gaat over digitalisering en over diversiteit en inclusie. Al die 3 onderwerpen zijn super belangrijk in onze maatschappij en daar willen we een voorhoede rol spelen. Voor onze studenten, voor onze medewerkers, maar ook voor de stad natuurlijk. En om dat extra vaart te geven, hebben we gekeken naar, kunnen er mensen van buiten, en dan kom ik bij die Professor of Practice uit, die ons erin kunnen helpen, kunnen inspireren. Het is in ieder geval begonnen een paar jaar geleden met Kate Rayburn, die aan ons verbonden is. En we praten nu alweer met haar over een volgende stap. Met Marleen Stikker, die op het gebied van digitalisering ook heel bekend is geworden. En ons daar helpt er goed over na te denken. En we zijn nu in de gelukkige omstandigheid dat we ook Abdelhamid Idrissi mogen verwelkomen. Die ons verder gaat helpen om geïnspireerd te raken met goede voorbeelden over hoe bereik ik nou een betere vorm van inclusie en diversiteit bij de HVA. Diversiteit betekent voor mij niet dat je enkel meer kleur hebt in een organisatie. Diversiteit voor mij betekent dat je als individu de andermans wereld, leefwereld, wil snappen, wil leren kennen. Ik denk dat we als stad verder zijn dan ooit. Het gaat heel goed, denk ik, met de stad. We zeggen dat we heel tolerant zijn. We proberen het ook. Maar als stad zijn we het niet altijd. Maar dat we erover praten en het proberen, vind ik heel belangrijk. Wat Abdelhamid heeft laten zien, dat hij met behulp van een initiatief dat Studiezalen heet, dat hij studenten kan blijven stimuleren om te studeren. En door wil goede begeleiding, een goede coaching en een goed begrip van waar komen de studenten vandaan, hoe leven ze thuis, hoe zit het in elkaar, studenten kan helpen om die volgende stap te maken. Inmiddels voor 1400 kinderen elke week op 41 locaties in de stad, in de wijken waar wij het hardst nodig zijn. Al die verhalen, ervaringen, best practices, neem ik allemaal mee. Maar hij is ook iemand die mensen enorm kan meenemen. Hij kan een geweldig verhaal vertellen, maar hij kan ook mensen echt stimuleren om iets mee te gaan doen. Eigenlijk is hij een geweldige docent. En daarom zijn we wel als een blokvorm gevallen.